Vlinder, kunt u me dan nazeggen? Zo waarlijk helpen mij. Helpen mij. God Almachtig. God Almachtig. De Gramang der Alukus, Simeon Glunder, is op maandag 9 oktober officieel geïnstalleerd door president Santokki. Gramang Glunder heeft in het verleden diverse bijdragen geleverd in het dorp Kotika aan de Lava-rivier. Deze bijdragen hebben een positieve impact gehad op de Maron-cultuur en in het bijzonder de dorpelingen. Het staatshoofd wenst de nieuwbakken Gramang veel succes toe bij de uitoefening van zijn ambt. De heer Glunder, Simeon is geboren op 15 oktober 1962, dat is nou je verjaardag, een biggie day, in het dorp Kotika aan de Lava rivier. Elke bijdrage die hij heeft geleverd, weerspiegelt zijn liefde voor de dorpelingen en de Maron cultuur. Zijn houding en handelingen zijn een voorbeeld voor anderen en hebben een positieve impact op het welzijn van het volk. Nou, dit is zeer bijzonder. Op de eerste plaats, ik vind het een historisch moment. Dat betekent dat de rust is teruggekeerd in de Aluku gemeenschap. Vanaf 2017 waren ze zonder Gramang. En vandaag is het feit dat ze weer mogen zeggen van dat ze hun cultuur weer helemaal hebben. Ja, en belangrijk dat er geen enkel dispuut was, de eenheid was daar, dat de Gramang anoniem is aangewezen en dat die vandaag heel groot is beëdigd door de president. En wat het bijzonder maakt is dat een aantal koningen, 10 koningen, ook die hele beëdiging heeft meegemaakt. Ja, van de roots van ons zijn die mensen hier om het ook mee te maken. Dat vind ik heel bijzonder. Maar bijzonder nog in vooravond, eerst een dag voor Marondag is dat ook gebeurd. Ja, dus ik ben bijzonder onder de indruk van hem. Hij is een veelgedragen man in het gebied, ik ken hem ook. Hij was broeders, oppasser, dus hij is aan de medische kant is hij heel goed, heeft hij heel veel mensen geholpen. Dus hij is heel geliefd daar in het gebied. Maar ik hoop dat de Almachtige hem meer wijsheid geeft, dat hij het werk goed kan doen. Dat stukje van onze traditioneel bestuur wordt verder voortgezet met de invulling van deze functie. Zijn alle posities dan weer ingevuld. En we zijn bijzonder blij dat in alle rust dit is gebeurd. Ja? En dat geeft aan dat er draagvlak is. Dus we hopen dat deze groep, die Aluku-gemeenschap, in eenheid die ontwikkeling van dat gebied kan oppakken.